Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe video. Ik heb eindelijk weer eens een ouderwetse zitvideo. En ik hoop dat jullie het zien, maar ik film zelfs weer met mijn nieuwe oude lens. Waar ik niet meer mee kon filmen omdat de body stuk was. En nu er wel, dus ik heb super mooi beeld wat ik echt super leuk vind. Vandaag heb ik een hele gezellige video, want ik heb een gift guide voor jullie. Misschien heb je het al voorbij zien komen, maar ik werd echt door mijn favoriete PR-bureau benaderd of ik deze video wilde maken. En ik zag de lijst met producten en merken. En het zijn allemaal merken die ik... Heel veel heb ik al gebruikt, ken ik. Of ik ken het merk, maar niet precies dit product. Of ik ken het van horen zeggen. Dus ik was helemaal excited. Dus ik vind het super leuk. En ik dacht, voor ik de producten laat zien, ga ik heel eventjes een paar vragen beantwoorden. Want ik heb, terwijl ik dit film vandaag, mijn vlog geplaatst. Waarin ik vertel dat Ruud en ik uit elkaar gaan en dat ik ga verhuizen. En ook omdat kerst er nu aankomt en zo, ik kreeg best wel wat vraagjes. Ik ga niet op alles in, want dat heeft niet echt te maken met deze video. Maar wel even wilde ik de vraag beantwoorden over kerst. Want ik kreeg heel veel vragen, waarom ga je uit elkaar net voor de feestdagen? Of ga je kerst nog samen vieren en hoe ga je dat dan doen? Dus bij deze ook de vraag, hoe ga jij kerst vieren? En de vraag, wat ga je doen met cadeautjes? Geven jullie cadeautjes aan elkaar? Krijg je cadeautjes? Doe je het onder de boom? Vier je het met familie, met vrienden of met je partner? Hoe doe jij dat? Kerst is voor mij dit jaar misschien een beetje anders, maar ook weer niet eigenlijk. Ruben en ik hebben namelijk besloten om kerst gewoon samen te vieren. Hij wilde dat in eerste instantie heel graag en ik eigenlijk ook. Want zoals ik al had aangegeven, hebben we geen ruzie. Is er niks negatiefs aan de hand. En houden we gewoon nog heel veel van elkaar en vinden we het ook gewoon leuk met elkaar. En natuurlijk juist de leuke momenten zoals kerst. 8 december waren we 6 jaar samen. Dat hebben we niet echt gevierd. Dat voelde toch een beetje dubbel. Maar kerst wordt voor ons ook een klein beetje een soort afscheid eigenlijk. We vieren altijd kerstavond bij Ruben's vader. Gewoon zoals altijd gaan we dat doen. Alleen nu wel met de gedachte dat het de laatste keer is. Dus het is een beetje sad. Maar toch vonden we het nog meer sad om het niet te vieren samen. Want ja... Zoals sommigen al zeiden in de reacties. Het is echt een week voor kerst. 2 weken voor kerst. Maar dat moest ook niet de reden zijn om niet uit elkaar te gaan. Van, oh, het is bijna kerst, dus laten we nog samen blijven. Dus nee, we gaan uit elkaar, maar we vieren dan nog wel samen. En eerste kerstdag is altijd bij mijn ouders. Dus dat wordt ook eigenlijk een afscheid. Nu ik dat ze vertel, is het echt... En tweede kerstdag altijd bij zijn moeder. Dan gaan we altijd uit eten. Dus het is een beetje dubbel. Het is heel sad, maar weet je, we kennen elkaars familie natuurlijk heel erg goed en... Op deze manier willen we toch nog samen zijn en toch nog het allemaal goed en positief afsluiten. En de bedoeling is dat we oud en nieuw niet meer samen vieren. Dus dat we na kerst uit elkaar gaan. Dus het gaat waarschijnlijk heel erg zwaar en moeilijk worden. Maar dat te hebben gezegd. En de andere vragen daarover komen nog wel in de verhuisvlogs. Maar dat wilde ik eventjes nu vooraf aan deze video zeggen. Want in het teken van kerstcadeautjes en zo is dat wel even belangrijk dat jullie dat weten. Maar nu komt er dus iets leuks en positiefs. Want ik ga jullie dus allemaal cadeautjes laten zien. Ik heb allemaal linkjes in de beschrijving. Kortingscodes. Ik ga het gewoon goed aan jullie laten zien. Ik heb er super veel zin in. Doe even je duimpje omhoog als het je leuk lijkt. En alvast bedankt voor het kijken. Als eerste heb ik een merk wat ik vroeger niet kende. Het is best wel een chic merk. En ik heb een aantal keer maskertjes gekregen van Babor. En die vind ik echt ontzettend goed. En dit is heel erg tof, want het ziet er al heel erg spannend uit. Even laten zien. Het is dus een doosje met 7 ampullen van 2 milliliter. Het heet Perfect Glow Hydration Ampoule Concentraat. Dit is dus eigenlijk een soort van boost voor een week. Ik ben best wel zo'n type die dat doet. Die denkt, oh, ik heb dan dit en dit. Dus ik ga deze week gezond eten. Dus ik ga nog even naar de zonnebank. Dus ik heb een ander soort crampje die ik dan wat duurder is, die ik dan soms nog opsmeer. Ik ga dat eventjes doen. Ik ga een maskertje nemen, zodat ik er over een week goed uitzie. Ik ben echt iemand die dat doet. Als je dus ook iemand kent die dat doet, dan is dit een goed cadeau. Ik zou dit echt heel chill vinden, want het is best wel chic. Als je een event hebt, of iets spannends, of een auditie, of een shoot. Ik weet wel eens dat ik ga shooten voor Comoa en je wil er goed uitzien. Kun je dus echt 7 dagen van tevoren hiermee beginnen voor een perfect glow. En ik vind glow ook alweer leuk kerstelijk, dus ik vind het echt een superleuk kerstcadeautje. Je moet dus in 1 keer alles gebruiken, niet bewaren, want dan verdampen de ingrediënten. En je moet ook op je décolleté smeren, wat ik altijd vergeet, maar dat hoort er dus echt bij. Dus dat is wel belangrijk om te weten. Babor is echt een super fijn merk, dus ik ben hier heel benieuwd naar. Ik zou het heel leuk vinden om dit te krijgen, maar dat heb ik met alles. Dan heb ik ook een tas gekregen van Bob Banana en ik mocht hem zelf samenstellen. Ik heb dit wel eens bij YouTubers voorbij zien komen en ik dacht altijd van, oh, ik hou hier echt wel van. Ik vind dit ontzettend tof. Mijn nichtje Susanna zou dit denk ik heel erg leuk vinden. En het leuke aan dit is dat alles natuurlijk een beetje voor vrouwen is. Mijn kanaal
gaat over vrouwen. Maar dit zou je ook heel goed aan een man kunnen geven. Ruub zou dit bijvoorbeeld best wel chill en tof vinden, omdat hij heel vaak naar school moet en heel veel moet tillen. Je kunt het dus zelf customizen. Ik heb zelf deze kleur gekozen. En deze strap, wat ik heel erg cool vind. Roze. Ze zeiden eerst, wil je er even voor een man kiezen? Maar ik ben echt gierig, ik wil alles zelf houden. Ja, ik vind het heel chill, want ik heb gewoon heel erg vaak mijn laptop bij me. En dan til ik hem aan een andere mooie tas die ik een keer heb gekregen, waar ik heel blij mee ben. Maar als je echt op reis gaat, ja, ik hou heel erg van rugzakken. Want ik loop best wel een beetje zo en met een rugzak loop ik wat rechterop. Ik krijg minder last van mijn rug met een rugzak. Je kunt dus kiezen uit 10 kleuren tas en 7 kleuren straps. Dus best wel wat keus. En op die manier, als je rekenwonder bent, mag je even uitrekenen hoeveel opties je dan hebt. Oh, dat doet me echt denken aan de middelbare. Hadden jullie dat ook? Hoe heet dat ook weer? Volgens mij is dat kansberekening. Oké. Okay. Oh, je schuift hem erin. Ik wist het helemaal niet. Je moet hem dus zo schuiven. Hij zit echt heel goed vast. Kijk, hier is hij open en dan... En hier zit een... Hey, die print aan de binnenkant is ook heel cool. Ik heb nog niet eens gezien. Nou, er zitten echt zoveel vakken in. Ik ga dat niet eens allemaal laten zien. Het is echt te veel. Maar dit had ik er nu dus in gedaan. En nou, laptopvak, kleine vakken. Waarschijnlijk kun je het niet eens zien. Ook echt super chill tegen diefstal, want het zit gewoon echt heel erg goed dicht. Hij kan wat platter, hij kan wat breder. Hier zit nog een vak. Echt, love it. Ik vind het echt heel erg handig. En toen ik op school zat, kijk hoe cool dit staat. Toen liep ik altijd zo met mijn rugzak door de school. Dit is ook een heel leuk cadeau, denk ik, voor iemand die naar de middelbare gaat. Dan zitten de straps trouwens best wel strak. Je kunt ze natuurlijk losser maken, maar dan zit hij dus zo. Ik vind het echt heel tof. Ik hou er echt van. Het zit lekker, die straps zijn lekker comfortabel. Bij e-spec vond ik het nooit zo lekker dat hier het best wel hard was. En hier van binnen zit best wel een zacht stofje. Maar dit staat echt heel tof. Ik ben heel blij dat ik lichtroze heb gekozen. Dan nu deze borstel van Michel Mercier. Michel Mercier. En dit is echt, ziet er misschien best wel gek uit. Maar dit is dus een anti-klitborstel. En ik kon helemaal doorgeven voor welke haardikte ik hem wilde hebben. Dus dit is eigenlijk ook voor mij. Dit is gewoon een heel erg leuk cadeau voor. Nou, ze hebben natuurlijk ook voor dun haar en zo. Maar ik vind... Ik heb altijd het idee dat je bij dik haar echt wel een goede borstel nodig hebt. Misschien ook bij dun. Maar van mezelf weet ik dat wel. Dus voor iemand met dik haar is dit super chill. Om gewoon... Dat je denkt, een borstel. En dat iemand dan eigenlijk heel erg blij is. Omdat die ineens gewoon denkt... Hey, dit heeft mijn leven echt verbeterd. Super chille borstel. Je kunt hem hier trouwens ook voelen. Voel maar. Deze borstel verwijdert pijnloos klit in je haar zonder je haar te beschadigen. Je hebt de rode voor fijn haar, de groene voor normaal haar en de blauwe voor dik haar. En het is dus heel goed zowel op nat als op droog haar. En ik ben echt een nat en droog borstelaar. Ik weet niet hoe jullie zijn, maar in de douche, ik ben wel heel erg hoor. Als ik shampoo in heb gehad, is het echt onder het water. Dit. Tot ik voel dat het er helemaal uit is. En ik wil echt helemaal met glad haar de douche altijd uitgaan. En na het douchen borstel ik ook eigenlijk. Ik heb net ook weer mijn haar. Ik borstel heel vaak mijn haar. Dus ik heb ook echt nooit genoeg haarborstels. Dus hier zou ik ook heel blij mee zijn. Maar dat is dus met alles in deze video. Er is minder schade en haarverlies door zijn unieke uitvoering. En elke borstel heeft 428 haren. Ze noemen het haren, maar het is dus plastic. En allemaal in 32 verschillende lengtes. In één borstel. Oh, dit vind ik wel heel chill. Want die... mix van verschillende lengtes zorgt ervoor dat de druk op je hoofdhuid minder is. Ik heb best wel hoofdhuidproblemen. De reden dat ik mijn haar soms ook eerder moet wassen. Dan is het nog helemaal niet vet, maar mijn hoofdhuid is gewoon best wel een beetje geïrriteerd. Misschien omdat ik het ook zo vaak borstel. Dus hier ben ik wel heel benieuwd naar wat dit voor mij gaat doen. Huh? Het voelt vet raar. Het is heel licht. Het is nu alweer klitten. Wow. Ik heb hier een microfoon, dus je hoort het heel goed. Hoorden jullie hoe het zeg maar ging van naar... In 3 keer helemaal glad. Kijk. Interessant. Het lijkt een beetje op een spiegel of zo qua vorm. In december hebben ze nu een hele leuke aanbieding met een cadeautje en korting. Dus de link staat in de beschrijving. Ook naar de website waar je dit kan kopen. En daar hebben ze nog meer hele leuke cadeautjes. Dan een leuk budget cadeau. Want Ethos heeft natuurlijk altijd een hele leuke kerstcollectie. Ik moet toegeven dat ik de laatste tijd best wel van de wat duurdere make-up merken ben. En dat ik ook niet meer heel veel verschillende make-up koop. Omdat ik gewoon draag wat ik draag, zeg maar. En dat ook weer opnieuw koop. Maar Ethos heeft weer een super mooie collectie. Die ga ik even laten zien. Ze hebben dus hele trendy verpakkingen. En ze hebben 11 nieuwe producten in deze lijn. En het is heel erg budgetproof. Dit zijn de producten. Kijk, ziet er heel cool uit. Dit is de kleur Mistletoe Fever. Heel chic. Oh ja, het is echt magnetisch. Cool, daar hou ik van. Vind ik altijd leuk. Dan hebben we de kleur Santa's Helper. Oké, ik hou echt heel erg. Ik ben heel gevoelig voor leuke namen hoor, moet ik toegeven.
deze kleur. Oh, allemaal rood. Dit is Jingle Bell. Nice. Dit is Sparkle Away. Oké, nu ben ik benieuwd wat dit dan is. Oeh, wow. En dan hebben we een face palette. Die zag er heel mooi uit. Die had ik al op de foto gezien. Echt hele mooie, lieve, subtiele kleurtjes. Super mooi. Ja, hier komt echt heel veel kleur vanaf. Zien jullie dat? Ik hou echt van blush en zo. En een bronzer palette. Dat vind ik heel leuk. Ik ben echt van het bronzen tegenwoordig. Mooi. Dit ziet er heel tof uit. Dat is wel goed. En dit kan je trouwens ook altijd testen in de winkel. En een sparkling eyeliner in goud. En een soort van zilver met allemaal kleurtjes erdoorheen. Dus wel echt heel tof. En dit is de gouden eyeliner. Wow, hier komt echt mega veel kleur vanaf. Dit is Jingle Bell. Dit is Mistletoe Fever. Dus echt super veel pigment. Tof. Leuk etels. Goed bezig. Dan gaan we even door naar een gift set die ik echt heel leuk vind. Als je mij een beetje volgt, weet je dat ik dit jaar verliefd ben geworden op dit merk. Ik krijg dagelijks de M. Charlotte, hoe heet dat merk nou van dat masker dat je gebruikt? Maar nu heb ik dus een set gekregen van ze. Want ze verkopen niet alleen maar die maskers. Dit is de Shampoo and Conditioner Structure Repair 350 en 300 ml. En Hand Soap Meadow in 300 ml. Hey, ik heb nog leuke zeep nodig in mijn huisje. Even checken. Ik heb de groene set. Dit is dus de set. Oké, ik zou er heel blij mee zijn. Oh ja, ze zijn trouwens een 100% vegan verzorgingsmerk. Dus dat is echt top. Op hun care- en stijllijn gebaseerd hebben ze nu 6 giftboxen ontworpen. Dus de producten bestonden al. En nu hebben ze dus leuke boxen daarvoor. Dus speciaal voor de feestdagen waarschijnlijk. Heel leuk. De zeep is geïnspireerd op 4 Zweedse geuren. Dus ik heb de, dit is trouwens een Zweedse merk, de Meadow Hand Soap. En elke box is dus voor verschillende haartypes. En ik heb de Structure Repair. Structuur Repair. Dat is voor mij wel goed als je al heel lang niet naar de kapper bent geweest. Structure Repair Conditioner with Alga-A is uniquely formulated to rebuild, protect and soften damaged hair. Your hair is unique. That's how it should stay. Superleuk. Ja, weer heel leuk. Maar zoals ik al zei, ik ga natuurlijk niet voor niks de samenwerking aan. Het zijn allemaal hele toffe merken. Als je benieuwd bent naar de andere boxen, de andere 5, kun je dus even op het linkje in de beschrijving klikken. Dan nu een cadeau wat ik dan weer aan mijn moeder zou geven. Of ook wel bijvoorbeeld aan je oma. Of ik denk aan wat volwassenere mensen. Als je echt zo'n... Ja, ik ben altijd nog wel een beetje kinderlijk dat ik echt zoiets heel cadeauachtigs wil. Dit ziet er wat simpeler uit. En mijn moeder zou hier dus helemaal blij van worden, want het ziet er helemaal uit. Natuurlijk en blablabla. Dit is van Sakura Natural Skin Therapy Bio Skin for dry, itchy en atopic skin. Maar het is heel raar. Horen jullie dat? Ik ken het merk trouwens niet hoor. Dus dit is een van de weinige merken die ik niet ken. Ik ben wel heel benieuwd, want dit is dus een natuurlijke manier om een jeukende, droge en gevoelige huid schoon te maken. Mijn huid valt wel mee, maar mijn huid is wel een beetje onstabiel. Dan is het weer vet, dan is het weer droog. Dus deze wil ik eigenlijk ook wel heel graag zelf testen. Je krijgt dus een zachte, gehydrateerde en gevoelde huid ervoor terug. Dus dat belooft best wel veel. Dit is how it looks. Je kunt hem zoveel en vaak gebruiken als je wil. Ze zeggen zelfs van je gezicht heeft er juist baat bij als je hem veel gebruikt. Dus dat is ook wel chill. Nu ga ik weer heel even iets voorlezen, want dit is best wel... producten die zo natuurlijk zijn als Sakura zullen anders aanvoelen dan synthetische producten. Het zal bijvoorbeeld minder schuimend zijn, omdat schuim gecreëerd wordt door synthetische ingrediënten zoals SLS en SLES. Wist ik niet. Het heeft waarschijnlijk ook een meer gele oranje kleur, omdat de natuurlijke kleur van de ingrediënten zo is. En ze willen geen synthetische ingrediënten gebruiken om te ontkleuren. Het zal ook meer natuurlijk ruiken, wat zij geweldig vinden. Maar wat dus ook even wennen kan zijn. Ja, dus dit is ook wel voor typische personen leuk. Oh, daarom klinkt het dus ook zo. Ze gebruiken geen synthetische middelen om het te binden of er een goedje van te maken. Dus het is best wel dun. Dus je moet voorzichtig zijn met openmaken. Ik ben hier heel benieuwd naar. Dan een product wat ik nu al best wel heel erg lang gebruik. Ik vind het best wel moeilijk door mijn invloed als influencer om altijd maar snel een oordeel te trekken. Dus vaak test ik producten en vertel ik daarna niks meer aan jullie. Omdat ik niet zo iemand wil zijn die alles maar promoot zonder dat ik zeker weet dat het goed is. En daar was ik bij Sugar Bear Hair ook heel bang voor. Ik wist gewoon niet of het hierdoor kwam. Maar er is verder niks wat ik veranderd heb in mijn routine of dingen. Het enige wat veranderd is, is dat ik dus al een paar maanden vergeet om B12 te slikken. Waar ik laatst achter kwam, wat heel dom is. Maar dat is negatief. En mijn haar, dat is jullie opgevallen, is enorm lang geworden. En ik krijg heel veel complimenten over, terwijl ik zo lang niet naar de kapper ben geweest. Ook dat het er gezond uitziet en zo.
En ik kan gewoon bijna niet anders dan dat dat door Sugarbeer herkomt. Er zijn zoveel mensen enthousiast hierover. En ik denk dat ik ook gewoon een van die mensen ben. Dit is een heel tof product. Ik weet ook al aan wie ik dit zou geven. Namelijk aan mijn nichtje. Aan Meike, die jullie laatst in mijn vlog zagen. Zij heeft echt haarproblemen. Zij heeft dit nu zelf ook besteld. Ze zei, jouw haar ziet er zo niet normaal mooi uit. Het moet daardoor komen. En ze heeft het idee dat het ook al werkt. Terwijl ze het pas heel kort gebruikt. En officieel merk je pas verschil na 3 maanden. Dus je moet wel... 3 potjes dan eigenlijk gebruiken. Dus qua cadeautje zou ik dan denk ik wel iemand ook 3 potjes geven. Want als je er 1 geeft is het echt zo van... Hoi, begin met iets leuks in je leven. Maar daarna moet je het wel zelf gaan bijkopen, anders heb je er niks aan. Of zo. Het is in ieder geval een vegetarische multivitamine voor je haar. Dus het is echt een supplement. Het is niet een vervanging van iets, het is echt een toevoeging. En de vitamines zijn gluten- en gelatinevrij. Dus dat is top. Het bevat een grote hoeveelheid vitamine om je haar de verzorging en voeding te geven die het nodig heeft om sterker en gezonder te worden. 1 Sugarbear Hair heeft net zoveel vitamine A als 4 kommetjes broccoli, evenveel vitamine C als 1 kopje cranberries en dezelfde hoeveelheid vitamine B12 als 4 biologische eieren. Daarom! Want wie zei dat nou tegen mij? Van, oh, je slikt geen B12 meer, bla bla. En dan hoort het echt heel slecht met je te gaan. Maar het gaat niet slechter met mij. En dat komt waarschijnlijk omdat ik deze heb geslikt. Dat wist ik niet eens, joh. Grappig. 4 biologische eieren. Zit er zoveel B12 in ei? Want ik eet natuurlijk nu door Weight Watchers heel veel ei. Het simuleert niet de haargroei op je lichaam. Echt niet. Het ruikt heel lekker. Ik neem het altijd aan het eind van de dag. Omdat het voor mij echt een tractatietje is. Het is echt een snoepje. En... ik krijg er trouwens wel een blauwe tong van, dat je dat weet. En het is echt heel lekker. Ik moest die van vandaag nog nemen. Ik neem er niet 's ochtends, want dan heb ik geen zin in snoep. En het is echt mijn snoepje van de dag. Het is echt heel lekker. Het smaakt een beetje naar... ik heb het al eens geproefd in een video. Citroen. Het is wel heel... het lijkt alsof er gelatine in zit, zeg maar. Het is echt een gummy. Maar op een gegeven moment lost het echt op in je mond. Dan een heel tof cadeau voor de liefhebber van wat luxere make-up. Ik gebruik nu zelf van NARS, al sinds ik het heb, de highlighters, waar ik heel erg gek op ben. En nu heb ik een heel tof palet. Dit is de Hot Tries Cheek palet. Deze ziet er heel gaaf uit. De verpakking is heel cool en stoer en echt zo'n eyecatcher. Je denkt, die wil ik. Of, oh, dat palet, weet je wel. Hele luxe verpakking. Haal je hem eruit en ziet het er heel vet uit. Ik kom weer even dichterbij. Dit ziet er, zie hoe tof dit eruit ziet. Echt heel gaaf. Hier zie je dus de letters overkeert om van NARS erdoorheen. Ziet er echt heel tof uit. En het product zelf ziet er dus ook in die stijl uit. Kijk hoe tof dit eruit ziet. Wauw. Dit is echt wel, denk ik, het mooiste palet dat ik ooit gezien heb, denk ik. Het zijn 6 limited edition sheer tot buildable kleuren. Het is voor contour, highlighter en kleur. Dus echt heel erg leuk. Ik denk als je echt veel verstand hebt van make-up, dat je hier heel veel tofs mee kan. Maar ook als je een beetje noob bent, dat het ook wel een heel tof palet is. Dat je er altijd zeg maar wel wat moois mee kunt. Voor een bescheidenere kleur moet je hem droog gebruiken. En voor een tweede huid waterverf effect moet je hem dus nat gebruiken. Dat vind ik ook wel tof. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, ik vind het een ontzettend tof palet. Ziet er echt heel gaaf uit. Als je dit krijgt, elk meisje of jongen of wat dan ook, is blij hiermee. Dat kan gewoon niet anders. Dit is, vind ik, echt wel een kerstboomcadeau. Dan hebben we er nog 2. Iets waar ik heel benieuwd naar ben, wat ik heel graag zelf wil gaan gebruiken, maar ik wil dat natuurlijk in de verpakking aan jullie laten zien, is een merk die ik helemaal nooit heb gebruikt. Dit is Milou, denk ik. En dit is de Limited Edition Holiday Set. Heel leuk om voor jezelf te kopen of gewoon voor elke vrouw, je beste vriendin, je moeder, je nichtje. Ik vind het wel echt iets voor hippe meiden of hippe moeders. Super lekker, een pep momentje. Hier word je gewoon, dit is echt heerlijk voor in de kerstvakantie sowieso om zo'n set te hebben en te kunnen gebruiken. Hij bevat de hele Milou Sheet Mask collectie. Dus alle sheet maskers van Milou zitten in deze set. Gewoon lekker om eerst voor je kerstdiner lekker een prep te geven aan je huid. En daarna lekker me time, lekker relaxen, lekker ontspannen. Ja, ik zou dit ook weer heel erg leuk vinden. Er zitten eye patches in die echt perfect zijn als voorbereiding als je moe bent voor een feestje. Dat je er gewoon fris en uitgerust en lekker mooi uitziet. Er zit ook een bubble foam sheet mask in, die heel erg leuk is als je bijvoorbeeld een kater hebt van het kerstdiner, om daarna in 10 minuten een detox aan je gezicht te geven. En verder staat er op elk masker wat de do's en don'ts zijn, waar het voor is, wat je ermee moet doen. Zo ziet de set er dus uit. Ik kan niet wachten om het zelf te gaan gebruiken. Ik zie hier mud sheet mask, moisturizing sheet mask, bubble foam sheet mask, hydrogel eye patches, anti-aging sheet mask en soothing hydrogel mask.
Super leuk. Dan het laatste, en dat is het eerste merk waardoor ik helemaal enthousiast werd over deze samenwerking. Dat ik echt dacht, dit wil ik. En dat is namelijk cadeaus van Suitsuit. Hier heb je het misschien al zien staan. Die pak ik als laatste erbij, want dat vind ik het allertofst. Maar we hebben deze hele mooie tas. Ik ben gek op deze kleur. En mijn droom was altijd om iets van Suitsuit te ontvangen. En nu heb ik echt heel veel ontvangen. Dus deze super mooie tas, ja, die maak ik hier niet blij. Mijn moeder zou dit echt heel tof vinden om deze te krijgen. Hele mooie. Ik weet niet of je een laptop hier ook zelfs in past. Maar echt zo'n lange, diepe tas. Ziet er super chic uit. Heel tof. En Suitsuit is trouwens een Nederlands merk. En zij willen echt het verschil maken in hoe vrouwen vooral reizen. Dus dat je, ja, je ziet zoveel Instagram foto's met Suitsuit koffers en tassen. Dat je gewoon echt een beetje goals eruit ziet. Ook ga je op reis. Ja, ik weet niet. Ik hou er wel van. Het is dus meer dan alleen een koffermerk. Want ze hebben nu dus ook tassen en accessoires. En deze is ook heel tof voor mannen trouwens. Een paspoorthouder. Heel leuk. Ook weer wat goedkoper. Dus wil je wel iets van Suitsuit geven, maar wat minder uitgeven, is dat bijvoorbeeld een heel leuk cadeau. En de producten die ik heb gekregen zijn van de Fab 70s lijn. Ze brengen je terug naar de jaren 70 met aardse tinten die gecombineerd zijn met messing details en natuurlijke stoffen als canvas en linnen. Canvas. Dus dat is wel tof. En ik heb dus de Coral Cloud cover gekregen. En het is heel grappig, maar die doos kwam binnen en ik was zo excited. En ik zat er met Christina zo te appen en met Sarah van welke kleur hebben jullie? En stond ik onder de douche en toen kwam die binnen. En ik werd helemaal dol en Ruben wilde me niet vertellen welke kleur ik had gekregen. En toen maakte ik hem open, toen ging ik echt gillen en springen. Want ik wilde zo graag de roze koffer. Ik vind de blauwe ook heel tof, maar ik heb het niet zo heel erg met blauw. En de groene vond ik ook wel heel gaaf. Maar roze is gewoon Charlotte, dus ik ben heel blij dat ze deze aan mij gegeven hebben. En dit is dus de Coral Cloud. Zo gaaf. Het is geen handbagagekoffer. Maar ik ga tegenwoordig dus best wel vaak naar het WFC bijvoorbeeld. En dan is dit een ideaal formaat om mee te nemen. Of als je een sleepover hebt, of als ik bij mijn ouders geslapen, of waar dan ook. Heel handig, hij is echt zo mooi. Ja, het is gewoon zo gaaf. Dit is wel heel tof om echt te geven aan iemand waarvan je gewoon weet dat hij gewoon heel graag een Suitsuit koffer wil hebben. Ik zou hier dus ook weer dolgelukkig mee worden. Dit is natuurlijk wel een wat duurder cadeau. Dus het hangt er ook vanaf wat jij doet met kerst. Dus dat vind ik ook wel leuk aan deze video, is dat er heel veel verschillende prijskategorieën cadeautjes tussen zitten. Dit is echt wel een heel luxe cadeau. Eerder iets wat je denk ik als moeder aan je dochter zou geven, of misschien als vriend aan je vriendin, als je echt een wat chiquer iets wil geven. Ik ben er in ieder geval heel blij mee, met alles. Ik wil alles zelf houden. Deze ook nog trouwens heel gaaf, Suitsuit Fab 70's Beauty Set. Ik ga even openmaken, want die ga ik toch ook lekker zelf houden. De mooiste toilet als ever. Heel blij mee. Ik weet niet of ik mijn make-up erin ga doen of dat ik hem echt ga bewaren voor reizen. Want ik wil niet dat hij echt heel vies wordt. Ziet er zo cool uit. Kijk. Van binnen dus echt zoals die Suitsuit koffers er ook uitzien. Heel tof. En dan zit er nog een mini bij. Heel leuk. Dit is ook echt wel heel tof als je dus wat van Suitsuit wil geven, maar niet te duur. Hier maak je ook elke vrouw blij mee. Ik vind het echt heel erg cute. Kijk nou. Ze wassen in elkaar. Mega handig. Echt heel leuk. Zo goals dit. Heel leuk. Heel blij mee. Dus dit was de gift guide video. En dus even wat info over hoe ik kerst vier met Ruud. Laat eens echt even weten hoe jij kerst viert. Ik vind dat echt heel leuk. Laat weten wat jij hiervan zou willen krijgen. Aan wie je het zou willen geven. Krets lekker mee. Vertel dingen over je kerst. Ik vind het echt super gezellig altijd. In ieder geval heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Vergeet dus niet de linkjes en de codes te checken. En die zijn dus in december geldig de meeste. Staat er allemaal bij. Hele fijne kerst alvast. Dankjewel voor het kijken. En ik zie jullie snel weer. Doei!